goedemiddag, wat leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan we naar een belangrijke afspraak met Sport City. Kijken of we daar wat samen mee kunnen doen, aangezien we daar zoveel trainen. Ja, voor. We hebben wat voorbij. Dan wordt hier echt serieus gewerkt. Maar we gaan even met die geel op pad. We gaan naar Amsterdam ook. Kijken of we daar nog even wat Black Friday deals kunnen instaan voor onszelf, hè? Voor die meiden blij maken of niet? Wat hoor ik? Min 20% nog steeds op alles in de tent. Een hele maand november, dat ben je. Hey jongens, wat lekker hè? Zo'n ding. Oh, wat een mooie lift, hè? Kantoor. Gouden lift, jongens. Dat loopt wat. Zo. En de bovenste verdieping. En hij verkoopt ook poeders. Fijne weekend. Ja. Hier komt onze dealer aan. Hey, onze. Yo, man. Hoeveel heb je erbij? Moet ik even instappen? Ja, hij heeft niet filmen. Met dit weer zit ik levensgevaarlijk. Elke avond YouTube met hem te kijken, omdat hij jou volgt. Oh ja? En dat hij alles met die auto's helemaal lijf van. Doe even een boodschap na. Dus. Hey, je kan nu wat zeggen. Oh, serieus? Hey, top. Ik kijk samen met mijn zoon Bram, kijken we het kanaal echt helemaal top. Blijf doen wat je doet met die auto's, want wij genieten echt op mijn top. Nou, helemaal echt goed. Super, jongens. Ja. Juist. Hey, top. Hey, jongens. Goed lekker. Yo. Goed lekker. Nu gaat hij goed, let op. Nu heb ik hem te pakken hier. Pap. En nu. Wow, dat is zo. Dat doet het fucking goed, hè? Kleien, joh. Toch nieuwe banden op. Dus ik ga ze een beetje opmaken. We zaten net met het dilemma van we gaan even Black Friday inkopen doen. Maar we zijn natuurlijk met die 6x6. Die kan nergens hier in Amsterdam de parkeergarage in. Zoals net moesten we ook al voor de deur in het gras staan hier zo. Dus we moeten gewoon naar Dubai, jongen, met dit ding. Dit is toch helemaal kut in dit land. Gelukkig heb ik mijn Tesla die eraan komt. Daar zit land weer helemaal goed voor. En dan ziet iedereen mij ook rijden als... Good job, man! Yeah! Terwijl het allemaal natuurlijk geen fuck uitmaakt. Want iedereen heeft een footprint van hier tot Tokio. We zijn allemaal fucked up bezig gewoon. Als ik straks mijn zonnepanelen heb... en ik laat die auto gewoon op. En ik rijd daar 90% van mijn kilometers mee. En ik heb al die bomen in mijn tuin. Dan ben ik wel een betere good job in elk geval. Is er niet gewoon even iemand die een mooi pand heeft voor Joël? Waar we ons hoofdkantoor kunnen vestigen. In de buurt van Amsterdam, Hilversum, Amersfoort. Een beetje dus centraal in Nederland. Dus als jullie iets hebben, kopen. Dus alleen kopen. business@joelbeukers.nl. Want we hebben dus echt een grote pand nodig. Want we zijn aan het groeien. Ik ben meer personeel aan het aannemen. Ik ben gewoon even in een andere fase. Krijg ik dan een eigen kantoortje? Jij niet. Ik neem personeel aan, zodat jij dus de hele dag gewoon met mij op pad kan gaan. Dat ik niet meer daar hoef te zitten. Juist. Ja. Wij moeten gewoon die content maken voor jullie voor dit kanaal. Ja, en ik heb gewoon mensen nodig die... Komt die nog een keertje. Ik heb ook iemand nodig die misschien ervaring heeft in de supplementenindustrie. Dus gewoon een oud baasje die denkt van joh, het hele pensioenleven vind ik helemaal niks. Ik heb vroeger lijpe shit gedaan in supplementenhandel en noem maar op. Ik ben wel benieuwd of jullie bij mij willen werken of wat, weet ik wat. Ik denk dat het een hele mooie combo is, dat je gewoon echt zo'n oude baas hebt. Die alles heeft meegemaakt, die gaan we koppelen aan jong talent. Dat is echt top gewoon. business@joelbeukers.nl. Het is een dope auto, man. Maar ik heb ook al met een hef en ik bedruk shirtjes. Mag ik ooit shirtjes voor je bedrukken? Wat voor shirtjes? Hangt vanaf wat jij wilt, man. Ja, hij kan... We kunnen wel dit doen. We kunnen wel zeggen van oké, maak het maar 100 en dan sturen wij die met onze bestellingen mee gratis. En dan kan je een flyertje erbij doen en dan heb je marketing. En dan, dan sturen wij een bestandje op. Dat druk je erop en dan... Kan ik ergens contact met je houden? Ja, business@joelbeukers.nl. Oh, jij bent Joël Beukers. Ik wist het al. Zal die denk je weten dat we het... Dat we ook echt 100 gratis shirtjes willen. Kijk, ik deed uit beleefdheid 100. Hè? Want normaal is het gewoon per duizenden gewoon.
Ja. Rick stuurt ook duizenden velgen. Dus ik ben meer op zoek naar dat soort samenwerkingen. Het kost ons gewoon geld om dat überhaupt al mee te geven met de bestellingen. Wat is een goede bui weer vandaag? Ja, ik ben echt een goede bui. Ja. Komt denk ik door het zonnetje ook. Dat het regent niet. Ja, het komt denk ik omdat wij vanavond, wat ik al eerder zei deze week, dat wij vanavond naar Igor gaan. Oh, ja. Het kapper met het hele pakket heet die groep ook. En dat we even voor Gold Rai de promootje gaan doen. Dat is altijd weer dat excuus, weet je al. Ja, we moeten voor Gold Rai moeten we even wat dingen doen. Hoogland. Island. Even kijken of we dan die vlekken kunnen doen in het gezicht, hè. Oh. Sam's idee, stiekem een biertje. Stiekem biertje. Maar wel lekker hoor. Ja, salut. Salut. Want vanavond, daar kijken we al de hele week naar uit, sinds die leg day. Nou, dat zijn we nu pas begonnen. Vanavond zijn we aan. Vanavond is het Gold Rai. Het zijn wel lange werkdagen, moet ik zeggen. We hebben eerst vanaf 7 uur 's ochtends Clean Nutrition. En dan is het straks vanaf 7 uur 's avonds nog Gold Rai even de hele nacht. Pak er gewoon nog een werkdag. Ik ga weer editen met Gijs. Black Friday special. Gewoon een cadeautje. De Newcastle vlog van Sick Ainsley en Tim Visser bezoeken in Edinburgh. Komt online op vrijdag. En die gaan Gijs en ik helemaal fine-tunen weer. Bij de kapper. Met een baby. Net zoals de R8 vlog. Ik ga dat denk bij elke vlog gaan we dat nu een beetje op die manier doen. Want dan komt die humor er echt goed in, weet je wel. Zo. Dit is nog eens een carpaccio, hè? Dit zijn de beste carpaccio's die ik in elk geval tot nu toe heb gehad. En ook hoe groot. En ik ben in heel veel luxe rijen geweest met de challenge en noem maar op. Ik ben er gewoon een keer in de Curaçao, krijg je ook een lekker, hè? Die was helemaal zwart. Dat is helemaal zwart, ja. En je weet, hè, genoeg zout erop gooien, want we hebben nog niet genoeg elektrolyten binnen gehad vandaag. Even nog. Nu willen ze natuurlijk weten waar we zitten. Dat is geen reclame, ik word niet betaald of zo natuurlijk. Maar we zitten bij de kolonie. Ik denk, zeg maar echt mijn best. Is dat wat? Ja. Het gaat gewoon bijna tot aan 3 mei. Wat is dit nou weer? Ja. De boekhouder die vroeg aan mij. Gaat het wel goed met al die brandstof, weet je wel? En dan ging ik vragen aan Hans van Jachthaven Kortehoek van mijn maatje. Wat is jullie brandstof, weet je wel? Ik had dit en dat. Hij zegt, ja, dat hebben wij ook met de jachthaven. Ja, met botenverhuur. Met botenverhuur. Hey jongens, het is vandaag donderdag. Wij gaan naar de kapper. Daar hebben we al de hele tijd naar uitgekeken. Min 20% op alles in die tent, ook van de Gold Rai. Rosé, gin, blikken, alles kan je daar ook krijgen. Ik zou zeggen, inslaan die handel, want de feestdagen staan om de hoek. Wij gaan nu naar Igor toe. Daar staat ook het hele pakket op ons te wachten. Alle wodka en toestandjes. Dus we zien jullie daar, we nemen jullie gewoon mee. Salut. Jij wilt toch ook een gezellige kerst? Nog sneller, Igor. Oh, lekker, lekker. Ik dacht niet te stoppen. Gijs, gaan we te ver? Wat een bullshit. Nu kunnen we beter al ingaan. Ja. Wat staat er op zo? Min 20%. Alles in de tent. Met pijltjes. Met zwarte verf. Goed zo, Black Friday. Hey, en vergeet niet te abonneren, hè? Doen we nu ook een poll doen? Een Hitman tattoo. Een barcode. Achter in je nek. Weet je wel, zoals Hitman. Zo. Is goed. Hé? Hey, je moet me even op. Deel kerst mij 500 euro. Hele maand november kerst 500. Wacht. Kom op. Maak hem nog dikker. Ja. Kom op, 500 euro. Kom op. Rob gewoon een petje. Ja, maak hem nog dikker. Ging het roze haar, ging ja, wel Daryl, kom op man. 1000. Hoeveel krijgt Daryl voor zo'n 1000 vind ik wel 1000. Hele maand november. 1500. 1500 jongen, kom op joh. Ik kijk nog even. Je draait zo. Dichter bij het wel. Hij doet het uit zichzelf. Nee, zo. Handiel. Ik weet wel dat je het gaat doen. Maak maar eerst de rest af, ga ik over nadenken. Hey, en de goede mate, als hij het dus doet, allemaal die spices kopen. Dat heb je wel verdiend dan, meneer. Ja! Ja! Ja, maar ik wist ze wel dat die niet aan het werken. Sinds mijn 19e heb ik mezelf niet meer geschoren met een scheermes.
En weet je wat het voordeel is? Als je dit dus nooit scheert. Nooit in het groeide aas. Nou, dat ook. En altijd bescherming van de zon. Dus je bent hier, je moet eens even voelen. Ja, jammer dat jullie niet kunnen voelen. Dit is zo glad, hè? Voelen, even kijken, hier doe. Lijkt op 19 gewoon. Ja, voel je het verschil? Echt, hè? Zo! Maurice, kom eens voelen. Kom even voelen. Jij weet hoe het voelde toen ik deze was. Kom eens hier. Als enige. Ja, dat zag ook wel. Hier, voel dit. Hier, helemaal fucked up. En voel dit. Dit is fucked up. Zo! Zo! Sam, voel! Zo zacht. Wauw, joh! Ja, en dan dit. Ter vergelijking. Hetzelfde? Nee. Hey, het gouden lukje staat online. Meer 50%. En dat is alleen op Black Friday. Hier ga ik gewoon geld op inleveren. En als ze dan nog steeds deze kapsels hebben, wel even een potje kopen hoor. Hey. Oh, Igor, je is een potje mogelijk. Ik voel me. Wat? Zo gang! Zijn knietjes op je hoofd, weet je wel. Bam! Redneck. Hoezo gaat iemand nu zijn gras maaien? Ik bedoel zo. Dankjewel, Igor. Dank. Maar weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon zo'n sticker erop plakken. Green. Green. The future. Zie ik hoor. Hier, kijk.